gaan praten met Niek Rozen, landschapsarchitect. En helemaal verantwoordelijk voor het concept en de uitvoering van deze waanzinnige, echt waanzinnige tentoonstelling. Proficiat hiermee. Dankjewel. Dankjewel. 40.000 vierkante meter, waar begin je dan? Ja. Nou, je begint met een concept, je begint met een verhaal, een idee, hoe je de grote lijnen neer kan zetten. De Brabanthallen is een geweldig complex. Het bestaat uit verschillende hallen. En de Nederlandse sierteelt is een enorm uitgebreide tak van sport met bloemen en planten. Dus we hebben elke hal een eigen vormgeving gegeven. Een eigen stijl, een eigen sfeer. Thema? En een eigen thema. Kunt u mij wat thema's vertellen? Een korte wandeling. We staan hier in de parkhal. Dat is eigenlijk het laatste onderdeel van de wandeling. Maar we beginnen de wandeling bij een internationale hal. En dat is de reden daarvan is omdat de floraliën oorspronkelijk uit Gent komen. Het is een tentoonstelling die daar al 200 jaar georganiseerd wordt. Dat is een begrip in België. Dus vandaar dat de Belgische kwekers de internationale hal vullen met rhododendrons en azalea's. En dan, we gaan er in een vogelvlucht doorheen. Oké, daarna krijgen we de Groene Stad. Groene Stad is een must. Daarin laten we nieuwe technologieën zien. Levende wanden, voor binnen, buiten, luchtzuiverende wanden, waterabsorberende daktuinen. Allemaal heel innovatief allemaal. Vervolgens de interieurhal. De bloemschikkers laten daar echt hele mooie objecten zien. Echt kunst, echt bloemsierkunst. De verschillende stadia van het leven, de momenten van het leven in bloemsierwerk uitgebeeld. Dus vooral snijbloemen en kamerplanten. Nou, daarna nemen we naar buiten. Dan komen we door de inspiratietuinen. Daar is heel veel te zien wat je echt buiten kan doen. Je groene huiskamer, grenzend aan je woonkamer. Daar zijn ook de nutstuinen, de voedingstuinen, de fruittuinen. U zei het al, hè, sierteelt. Ja. Als je hier komt, dan ben je gewoon, het is overweldigend. Het is een totaalbeleving. Hè. Je ruikt het en je voelt het. Maar in het dagelijks leven doen we daar eigenlijk vrij nonchalant over. Nederland en de sierteelt. Dat is een fantastische sector. Ja. En u wilt dat ook eigenlijk een boost geven, hè? Ja, nou, ik hoop dat deze tentoonstelling daaraan bijdraagt. Want die sector is fantastisch. Het is inderdaad, wat je zegt, een hele belangrijke sector. Het is een belangrijk onderdeel van onze agrarische sector. We hebben een agrarische export van 80 miljard. 20% van onze totale export. Nou, de sierteelt is daar met 6,5 miljard een belangrijk onderdeel van. Ja, dat mag je stellen. Het is een sector die in het buitenland een enorm imago heeft. Wat uit Nederland komt, heeft te maken met bloemen en planten. Alles wat met bloemen en planten te maken heeft, dat is goed. We hebben in Nederland Wageningen, kenniscentrum, universiteit. Ja. We hebben natuurlijk de Keukenhof, we hebben Aalsmeer met snijbloemen. We hebben een sortiment van 30.000 verschillende soorten. Er is geen land ter wereld die zoveel verschillende planten kweekt. Wat is nu de inspiratiebron voor mensen? Want ik kan me ook voorstellen dat mensen dit zo grootschalig... en dat is alleen maar voor de architecten en voor de mensen die hectare aan tuin hebben. Maar ik heb een tuin van 3x4. Wat kom ik hier halen? Die tuin ligt er. Je kan hem zo meenemen. We staan hier nu naast een aantal bloemenborders. Die zijn ontworpen door Jacqueline van der Kloet. Nou, dat is inmiddels een begrip in Nederland. Die maakt beplantingsplannen met gecultiveerde planten, zoals bloembollen, vaste planten. En die mengt ze op een hele natuurlijke manier. En dat zijn hele leuke voorbeelden. Die kan je zo één op één toepassen in jouw eigen tuin. En het hoeft dus niet duur te zijn? Dat is zeker niet duur, want planten is eigenlijk altijd maar een klein onderdeel van een totale tuinaanleg. Ik weet zeker dat de bezoeker zo direct, als hij dit ziet, zegt van dit wil ik ook. Dit wil ik hebben in mijn eigen tuin. Ik weet het ook zeker. En ik kan nu kiezen of met u door blijven praten of gewoon de tentoonstelling bezoeken. En dat is precies wat ik ga doen. Okay, nou, dank u wel voor dit gesprek. Ja. Oké, graag gedaan.